Vandaag had Eline een vraag van met kerst, dan willen we dus altijd cadeautjes geven. Maar ik wil het eens een keer op een aparte manier doen. Juist. Nou, ik heb een paar dingetjes voor je gemaakt. Ja. En ik hoop dat je ze leuk vindt. Ik ben heel benieuwd. Nou. Ik zie al heel veel leuke dingetjes staan. Dus, Oké, we beginnen met geld geven. Okay. Nou, daar vind ik eigenlijk het minst leuke geld, want ik vind cadeautjes leuk. Ja, ja. En dat doe je eigenlijk altijd in een envelopje. Juist. En dan zie ik dat jij deze echt heel erg opgevrolijkt hebt. Dit hebben we dus gedaan met die... luxe decoblokjes. Ja. En dan heb je dus weer het mooie bewerkte. Daar heb ik gewoon tegen de achterflap aangeplakt. Dus als ik het dicht doe, sluit hij ook heel mooi. Ja, die is het. Deze. De voorkant heb ik hem schuin opgeplakt. Ja. En dan zit er een ster in het midden. Nou, die ster is gewoon een die. En die heb ik hier. Oh ja. Kijk. Kun je het gewoon... Simpel, hartstikke leuk. Ook als lepeltje gebruiken. Ja. Hartstikke leuk de naam opschrijven. Ja, een randje eromheen. Ja. Dit weer als een postzegel. Hier heb ik ook weer het glitter gebruikt. Ja. Zonder glitter gaat het niet. Nee, glitter moet ook wel op. En vooral een kerst. Nou, dat is het hele. Dus dat is eigenlijk een heel simpel iets. Oké. Dan een doosje voor een klein geschenkje. Ja. En dan kun je dus... En dan zijn de stempels leuk. Want die stempels, daar zitten kleintjes bij. Ja. Want die heb je altijd nodig. Want die kleintjes, kijk, hier zitten ze. Daar zitten ze. Hier ook weer. Ja. Toch een tekst erbij. Ja. En je kunt eventueel een labeltje er nog aan hangen. Heel leuk. Nou, zo kun je dus al een klein doosje maken. Ja. Hier is trouwens, voor ik het vergeet te zeggen, ook allemaal het papier gebruikt. Dat hele mooie luxe. Ja. Geweldig. Ik zie hier iets apart en ik ben heel benieuwd wat erin zit. Want... Nou, dit is dus echt voor een theedrinker. Als nou iemand een leuk cadeautje wilt geven, dit is iets apart. Ja. Stempeltjes altijd gebruiken, want als je dit hier ziet, het is een heel mooi randstempeltje, maar het is gewoon het hoekje. Okay. Gewoon een hoekje, je zet er verschillende, ja, je draait een paar keer en dan krijg je dit effect. Heel erg leuk. Achterkant netjes versierd, maar ga ik het nou open doen? Nou, dit is toch veel leuker geven. Ja, nou vind ik het heel spannend hoor, jongen. Nou, kijk, is wel leuk. Kijk. Zitten theezakjes in. Heel leuk. Je zou dus eventueel, hier kun je alles in doen. Je kunt er chocomel van die zakjes, kuppensoep, noem maar op. Net waar ze van houden. Heel leuk. Je kunt er nog wel een zakdoekje in doen. Ja. Dit vind ik ook leuk. Als je nou iemand wijn wilt geven, kijk, gewoon een fles wijn. Ideaal. Nou, en dit is eigenlijk heel simpel te maken. Er gaat een hoop tijd in zitten in het stempelen. Ja. Maar dan heb je ook iets. Ja. En hier worden dus ook weer die steentjes gebruikt. Leentjes weer. En wat vind je van die bloem? Ja, heel leuk. Hoe maak je zoiets dan? Heel simpel. Die maak je gewoon zelf. Kijk, je hebt dus ook weer die dies. De dies, ja. Dan pak je, moet je eerst even kijken hoe groot wil je. Want ik heb hier een behoorlijk grote. En daar en heb ik kleintje. Een kleintje. Ja. Dus net wat wil je hebben. Sorry. Nou, je doet het dus op deze manier. Ik had al voorgewerkt, want anders gaat er zoveel tijd in zitten. Dit is alles wat je nodig hebt. Oké. Okay. Dan zal ik even laten zien hoe het werkt. Je vouwt hem in vieren. Deze mag helemaal zo. En dan knip ik bij eentje de onderkant af. Nou heb ik het gat wel behoorlijk groot hoor, maar iets minder maar ook. Weer eentje, dus weer in vieren. Dus elke keer doe je hem gewoon in vieren. Maar nu knip ik er een stukje tussenuit. Kijk, nou heb ik de lijntjes al staan, want ik heb het gewoon voorgevormd. En die knip ik eruit. En dit plak ik op het eerste dingetje laadje. Ja. Dus dan heb je eigenlijk het eerste bloemrandje. En dit gaat hierin. En nou gebruik ik geen gewone hobbylijn, pak iets van houtlijn. Okay. Dat is steviger, want dat heb je echt nodig, want anders blijft het niet zitten. Okay. Dus dat is het ene. Dan pak je weer eentje. Nog een keer vouwen. Dus eigenlijk gewoon hetzelfde. En dan doe ik weer een kwart eruit. En dan had ik hem net op het eerste hier tegen, maar nu pak je hem op de tweede. Okay, dus dan wordt hij iets kleiner. Kleiner. En elke keer doe ik onder een klein stukje af, want zou ik dat nou niet doen, dan gaat hij helemaal bovenuit. Okay. En dat is niet mooi, dus hij moet er echt invallen natuurlijk. Ja. Kijk, en zo zie je dat je je bloemetje al helemaal op gaat bouwen. Nou doe ik het nog één keer, maar dan doe ik een half. Dit zou al voldoende zijn. Knip je hem dan
midden. Ja. Ja. En nou vouw ik hem dus ook weer op de puntjes. Op het eerste puntje. Ja. Je kunt eventueel nog eentje maken dat je die dus doet en dan op het tweede doet. En heb je ze al, vind je het goed en zeg je, ik vind er genoeg blaadjes. Wil je meer blaadjes, dat kan natuurlijk altijd. Pak je zo'n pin of een kraal op een ijzerdraadje. Ja. Kijk, en dan wordt het hartje. En als het helemaal vast zit, dan kun je de blaadjes dan een beetje omvolgen. Of omvouwen. En dat is heel je bloem. Heel simpel. Hartstikke leuk. Dus zo kun je ook je dies op een andere manier gebruiken. Ja. Nou, ik ga het zeker proberen, want ik heb genoeg vrienden die cadeautjes moeten krijgen. Dus genoeg ideeën. Geweldig. Dan zijn we weer.